Goedemiddag, welkom terug als u al eerder gekeken heeft. Wij gaan verder met ons middagprogramma vandaag, vierde dag alweer van de conferentie Bits, Bricks en Behavior. De conferentie die nu voor de 8e keer wordt georganiseerd, maar voor de 1e keer in deze vorm, interactief en online. Voor ons nieuw, voor u waarschijnlijk iets minder nieuw wanneer u vaker een webinar of een kennisweek bezoekt, digitaal bezoekt. Maar volgens ons hebben we toch wel leuke, interessante sessies. Goede thema's. De volgende bijvoorbeeld is ook een zeer interessante thema. We gaan een workshop doen. Een workshop besparen met thermische buffering en slimme algoritmes. Ik zeg het eigenlijk aan het begin van elke sessie. Ik wil niet te veel tijd afnemen van jullie. Dus ik ga jullie het woord geven en ik laat jullie ook jezelf introduceren. Ik denk dat het prima aan jullie is toevertrouwd. Succes, ja. Frank Visser. Dankjewel, Martin. Welkom nogmaals bij deze sessie. Spannend en leuk om zo te doen in deze vorm. Kijken naar 4, 5 camera's in plaats van kijken naar een publiek. Dat is toch even wat anders. En zoals Martin al zei, we gaan een workshop doen. En dat is op zichzelf ook al heel erg interessant en spannend. Want we hebben een geweldig thema met betrekking tot slimme algoritmes. Waarmee we gaan sturen tot niet alleen energieefficiëntie, maar een complete backbone voor de energietransitie. Wat we u dadelijk meer over gaan vertellen. En we willen beginnen met een stukje theorie. Waarna we ook heel graag willen dat jullie daarin mee gaan denken. En we jullie eigenlijk ook even aan het werk willen gaan zetten. Want we gaan een mooi verhaal brengen. We willen graag jullie input krijgen over hoe je dat verhaal nou goed in praktijk zou kunnen brengen. En die feedback willen we met elkaar gaan verzamelen. Om op die manier ook van elkaar te kunnen gaan leren daarin. Dus we beginnen dadelijk met een presentatie. Dan gaan we door naar een interactief stuk wat we in een online applicatie gaan doen. De kernvraag die we daar in eerste instantie gaan stellen is, of waar het eigenlijk mee begint, is van hoe je zelf denkt dat die energietransitie er voor jouw organisatie of voor jouw gebouw uit gaat zien. Dus dat is een vraag die je alvast mee kunt nemen gedurende de presentatie die ik dadelijk ga geven. Met betrekking tot de slimme algoritmes. Want dat wordt de eerste vraag in de sessie. En daarna als laatste deel, dus het derde deel, gaan we in op de vragen en de opmerkingen die jullie plaatsen tijdens die interactieve sessie. Dus dan gaan we daarop in, dan gaan we de antwoorden op geven. Nou, Martin zei het al, ik ben Frank Visser. Ik ben wat ze noemen business developer bij Priva Eco. Dat wil zeggen dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van deze technologie internationaal. En te kijken op wat voor manier we dit nu schaalbaar kunnen maken en wat voor manier we dit naar de markt kunnen brengen. Vanuit die rol ga ik u daar dadelijk over bijpraten. Mijn achtergrond is, ik heb een x-aantal jaren gewerkt in de wereld van energiemanagement bij consultancybedrijven, zoals bijvoorbeeld misschien wel bekend van Beekingenieurs, waar ik me bezig hield met het verduurzamen van vastgoed. En nu dus bij Priva. Ik doe dit samen met Anna Botsvine. Anna is onderzoeker. We hebben afgesproken dat omwille van de tijd ik haar voorstel. Want het is krap 1 uur om dit te doen. Normaal gesproken hebben we meer tijd voor deze sessies nodig. Maar we houden het beperkt. Dus ik stel Anna Botsvine voor. Anna Botsvine is een consultant bij ons die zich bezighoudt met onderzoek. Dus die zit dagelijks in de markt bij klanten, gebruikers, facilitair managers, energiemanagers, energiecoördinatoren. En ook technisch dienstverleners. Om te kijken van, ja, waar zijn zij nou mee bezig, waar liggen ze behoeften en hoe kunnen we deze oplossingen daar optimaal bij laten aansluiten. Anna vult dadelijk met name het interactieve deel in, waarmee we dadelijk door middel van een zeilbootconstructie jullie gaan meenemen of jullie gaan vragen om feedback met betrekking tot de energietransitie en deze technologie. Als ik nog één aanvulling mag doen, hebben jullie vragen tijdens de presentatie van Frank? Typ ze in de chat. Als het goed is, zien jullie in de chat. En ik neem ze mee naar het tweede deel van onze workshop. En dan kan Frank ze ook beantwoorden. Heel goed, heel goed, heel goed. Ecobuilding. Besparen met thermische buffering en slimme algoritmes. Wat ik net vertelde, het eerste deel is, wat is een digital twin en wat is deze technologie? Want deze technologie is gebouwd op een digital twin. Dat is een begrip wat we heel vaak horen vandaag de dag.
Maar ik ga dadelijk vertellen hoe wij de digital twin zien en hoe we hem heel concreet toepassen bij de optimaliseren van gebouwen, grids met onder andere thermische buffering. En dan vervolgens hoe brengen we het in praktijk waarin we de interactieve sessie gaan doorlopen. Better working, smarter energy. Dat is hoe we het vaak in de markt zetten. En better working heeft alles natuurlijk te maken met comfort en beleving in de gebouwen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Een gebouw gaat om comfort, een gebouw gaat om een dak, een gebouw gaat om een omgeving waar we ons werk kunnen doen, waar we onze opleiding kunnen volgen, of waar we bij elkaar kunnen komen of kunnen sporten of wat dan ook. Dus better working gaat over comfort. En smarter energy is net wat meer dan energy efficiency. Het is natuurlijk energy efficiency in de kern, maar het gaat ook over het slim uitwisselen van energie. Dus het gaat ook over op het moment dat je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt, hoe ga je de geproduceerde stroom van die zonnepanelen optimaal inzetten? Of ga je het terugleveren? Kleinverbruikers kunnen salderen, grootverbruikers die hebben natuurlijk te maken met een terugleventarief die doorgaans lager is dan het inkooptarief. Dus hoe ga je dat nou slim inzetten? Hetzelfde met een windmolen, hetzelfde met 1, 2, 3, 4, 5 gebouwen die in een gridtoepassing worden toegepast. Dus het gaat ook over het slim inzetten van energie. De theorie, het eerste deel van deze dag, dit uur. Ik begin dadelijk te vertellen van hoe huidige gebouwbeheersystemen en klimaataansturingssystemen werken in de basis en waarom dat niet meer voldoet binnen de energietransitie. Besparen met voorspellende algoritmes en een aantal voorbeelden. Eerst even over gebouwbeheersystemen zoals vandaag de dag de aansturing van klimaatinstallaties werkt. In feite is het zo, simpel gezegd, klimaatcomputers die sturen installaties aan op basis van een zogenaamd if-then-else programmering. En simpel gezegd, vaak ook wel gezien in een soort van stooklijnen waarbij je eigenlijk zegt als het buiten zo koud is, dan maak ik zoveel temperatuur en flow en het gaat naar die en die ruimtes. Dus als dit, dan dat. In feite redelijk reactief. Waarbij er geen of weinig, zelden rekening wordt gehouden met toekomstig weer of toekomstige temperatuur of zonnestraling, laat staan energietarieven. Het zijn dus flexibele energietarieven die ook weer een impact hebben natuurlijk op de inzet van bijvoorbeeld een warmtepomp. Dus het if-then-else-achtige besturing, het reactieve sturen, dat werkt prima op het moment dat je een relatief eenvoudige installatie hebt. Je kunt er ook best wel grote gebouwen mee doen, maar op een gegeven moment dan kan dat vrij complex worden. En binnen de energietransitie, waarin we met veel meer variabelen te maken krijgen, waar ik dadelijk op inga, vraagt dat eigenlijk om een nieuwe vorm van besturing. En als je kijkt naar die transitie, je kijkt naar een sustainable delta of een slimme stad waarin duurzame opwek plaatsvindt vanuit windmolens, zonnepanelen, enorme afnemers in de vorm van kassen, gebouwen, huishoudens, noem het maar op, dan krijg je een hele wispelturige energieproductie en afname. Dat is een groot probleem op dit moment in Nederland, maar in heel Europa, om de productie en de afname van energie, van elektrische energie, op elkaar af te stemmen. Dat zie je ook terug in, dit is een redelijk recent kaartje van Liander, waarin je ziet, waarin je eigenlijk de rode gebieden ziet van het gebied Liander, dus het is niet compleet Nederland, het is alleen het gebied van netbeheerder Liander, waarin je ziet waar de problemen zijn op het moment dat je daar energie zou willen opwekken. In de rode vlak is het niet meer mogelijk op dit moment om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen. Zo'nzelfde plaatje hebben ze ook voor het aanvragen van nieuwe aansluitingen. Dat heeft alles te maken met wat ze noemen congestieproblemen. Dus problemen met betrekking tot filevorming. De trafo's zijn niet groot genoeg meer. Op bepaalde momenten van de dag gaat er te veel traffic overheen. En een aardig plaatje hier. Dit is wat ik in augustus van internet gehaald heb. Waarbij je hier kunt zien de productie in Nederland van de verschillende energiebronnen. Ik kan het zelf niet lezen, voor mij is het te klein. U kunt het denk ik wel zien. Maar je ziet die blauwe lijn is de windenergie. Dit was in augustus, misschien weet u het nog. Het waren een aantal dagen dat het enorm waaide. En dan zie je ook natuurlijk logischerwijs dat de productie van windenergie enorm oploopt. En dat heeft direct een effect op de energieprijs. Want hier zie je een grafiekje van de day-ahead prijzen. Dus dat zijn eigenlijk energieprijzen die per uur variëren. Kunt u zich overigens ook bij aansluiten. U kunt energie via een leverancier die dat toestaat per uur inkopen. Dan heb je dus per uur verschillende tarieven. En dan zie je op het moment dat er heel veel windenergie is, dat ook het tarief voor elektriciteit naar beneden gaat. Ik geloof dat 2,25 euro per kilowattuur is of zo.
is rond dat bedrag. Dus je ziet die prijs enorm kelderen op het moment dat er een overaanbod is. Dus je ziet een vraag-aanbodverhaal. Nou, op het moment dat je gebouwen aan wil laten sluiten op de wispelturige energiemarkt, op het moment dat je tegelijkertijd installaties hebt die elektriciteit vragen, warmtepompen, WKO-installaties en allerlei complexe duurzame installaties, dan vraagt dat om algoritmes die daar geschikt voor zijn. Klein beetje op de tijd letten. Dat vraagt om een systeem wat naar de toekomst kijkt en wat niet reactief regelt, maar vooruit kijkt en eigenlijk alle hobbels op de weg ziet aankomen en daar vooraf op anticipeert. Nou, en dat doen wij door middel van een digital twin. En een digital twin is niks anders dan een virtueel kopie van een werkelijke situatie. En in dit geval is dat een gebouw. En wij maken dan een virtuele twin of een virtueel kopie van de technische installatie, de HVAC, de koeling- en verwarminginstallatie in het gebouw. En dat ziet er als volgt uit. Eenvoudig weergegeven in de vorm van een Sankey-diagram. Rechts ziet u een gebouw. En dit gebouw is vrij klein en heeft toevallig maar één zone, omdat daar één radiatorgroep zit. En dit gebouw wat u rechts ziet, heeft een comfortwens of eis. Overdag tussen de 20 en 22 graden en 's nachts tussen de 15 en 30 en in het weekend hetzelfde. En die 20 tot 22 graden kan dit gebouw maken door middel van die radiatoren die u daar links ziet. Of door middel van het weer, wat je ook links ziet. En het weer brengt warmte als gevolg van zonnestraling. En heeft ook weer transmissieverliezen de andere kant op. Dus dat gaat een soort van twee kanten op. Nou, dus dat is de manier hoe je warmte maakt in die ruimte. Die radiatoren die krijgen zijn energie weer van een warmteverdeler. En die verdeler die krijgt zijn energie weer een stap verder naar links van een buffervat en daarachter een warmtepomp of een pieklastketel, een gasketel. Dus daar zie je al een verschil ontstaan tussen energie wat je maakt met een warmtepomp elektrisch of met een ketel met gas. En elektriciteit kent doorgaans een dag-nachttarief en soms een uurtarief zoals we net zagen op de day-ahead-markt. En misschien zelfs wel allerlei congestievergoedingen, maar in ieder geval een variabel tarief. En gas heeft meestal één tarief. Dus daar zie je al verschillende manieren hoe ik die ruimte 20 graden kan maken. En ik heb ook nog het weer daarboven staan. Tot slot, vervolgens, die gasaansluiting die kent ook een gascontract. En dat contract is essentieel. Ik noemde net al even tarieven, daar zitten de tarieven in. Daar kijkt dus het model naar die tarieven om te kijken om te komen tot optimale sturing. Die warmtepomp heeft een aansluiting en eentje verder heeft die ook een elektriciteitsaansluiting links. Je ziet het plaatje iets veranderen, want in dit gebouw bevinden zich ook twee sets van zonnepanelen. En dat is weer een variabele, want die zonnepanelen maken elektriciteit als de zon schijnt. En die elektriciteit die kan ik naar de warmtepomp toe brengen, die vervolgens warmte maakt voor de buffer en vervolgens voor die radiatoren. Of ik kan die elektriciteit terugleveren aan het net. En terugleveren geeft weer een andere vergoeding. Dus hier zie je al voor een relatief klein en eenvoudig gebouw, de meeste gebouwen die we doen zijn een stuk groter, een enorme brei aan mogelijkheden om die ruimte 20 graden te maken. En het leuke hieraan is, dit is eigenlijk hetzelfde als wat we vaak wel noemen een schaakspel. Want dit kan ik berekenen en een schaakspel, ik moet hem even anders inleiden, een schaakspel, daar hebben we tegenwoordig schaakcomputers voor. En die schaakcomputers zijn in eerste instantie ontstaan omdat dat schaakspel wiskundig gemaakt kon worden. In 1997 al, toen IBM won van Kasparov. Want iedere set in een schaakspel kun je berekenen. En alles wat je kunt berekenen kan je sneller doen dan dat een mens dat kan. En datzelfde geldt hier ook. Dit kun je ook vergelijken met een schaakspel. Alle setten die je hier zet zijn door te rekenen. En daarmee is dit wiskundig gemaakt, zoals we dat zo mooi noemen. En omdat we het wiskundig hebben kunnen maken, hebben we het kunnen uitrekenen en kunnen we dus altijd de meest ideale set berekenen. Nou hoor ik u misschien denken van oké, maar dan moet je dat iedere keer opnieuw programmeren. Dat is niet het geval. Dit zit verankerd in algoritmes en in modellen. Wat wil zeggen dat we vrijelijk zo'n model kunnen vergroten, verkleinen, warmtepompen toevoegen, zonnepanelen toevoegen. Wat we maar willen, we hoeven niks te herprogrammeren. We voegen het toe aan het model en hij berekent vervolgens de meest ideale inzet. Deze digital twin, die hier als een eenvoudige, wat we noemen Sankey-diagram, zo heet dat, laten zien, is natuurlijk gevuld met domeinkennis, gevuld met allerlei natuurkundige feiten, met betrekking tot het gebouw, met betrekking tot wat we noemen de thermische traagheid van het gebouw. Hè, dat leert hij ook, maar ook de thermische traagheid, hè, de muren, hoe dik zijn ze, hoe lang blijft die energie daar. Gevuld met domeinkennis over hoe warmtepompen zich gedragen, hoe gasketels zich gedragen, hoe zonnepanelen zich gedragen, enzovoort, enzovoort. Dus het is gevuld met kennis
En vervolgens is het, het model wat dan komt met die kennis, in combinatie met de kennis, tot een optimale sturing, 24 uur vooruit. Hier is het schaakspel. En 24 uur vooruit, ieder half uur opnieuw, berekenen we het volledige gebouw door. Nou, dit is dus wat ik zei, een wiskundig en natuurkundig model. En op het moment dat dit live draait in gebouwen, dan verrijken we het model nog wel eens met gebouwspecifieke zaken. Hè? Als het ene gebouw zich net iets anders gedraagt dan het andere, omdat er misschien schaduwwerking is of wat dan ook, dan verrijken we dat model met specifieke kennis. Maar dat gebeurt op het moment dat de digital twin live is. Dus dan verrijken we die digital twin, zoals dat dan heet, en dat doen we door middel van machine learning. Dat zijn dan weer begrippen, maar goed. Het gaat erom, we leren op een gegeven moment hoe die energie van links naar rechts gaat. En terwijl we dat leren, we brengen 20 kilowatt naar zo'n ruimte toe. En die 20 kilowatt zou daar een uur in moeten blijven hangen. Dan zou er nog 18 kilowatt over moeten zijn, bijvoorbeeld. En als dat niet zo is, ja, dan verrijken we dat en leren we dat. En krijgen, nou, dit is dus, ja, er zit dus een logica in dit model. Hè. Van links naar rechts is het altijd logisch. Als ik links warmte maak, moet het rechts aankomen. En als dat niet zo is, dan is er ofwel iets aan de hand, of we moeten onze voorspelling een beetje bijtunen. Nou, een wat technischer plaatje. Gisteren liet ik dit aan een niet-technisch persoon zien en zei, nou, ik begrijp wat je bedoelt. Maar eenvoudig gezegd, die digital twin die ik net liet zien, horizontaal, van links naar rechts, hè, van opwek van warmte tot distributie tot afgifte, die zie je hier gekanteld. Iets ander gebouw dat we net hadden, dit is de Priva Campus in de Lier, voor sommigen misschien bekend. Maar hier zie je eigenlijk gekanteld, dus van boven naar beneden, zie je hier het gebouw. Van weer tot aan opwekinstallaties staan daaronder. Distributiesystemen staan daar weer onder, tot helemaal onderaan de zones in het gebouw. En dit is eigenlijk een kijkje onder de motorkap. Want hier zie je, hier zie je het gebouw van boven naar beneden. En bovenin zie je een slider waarbij je over de tijd gaat. Dus ik kan deze ook afspelen, kijken of die doet. Nee, hij doet het niet. Oh, dat is jammer. Geef niet omwille van de tijd, ik leg het uit. Als je hier met die slider overheen gaat, dan kun je komende 24 uur zie je dit hele model normaal gesproken bewegen. En dan kun je precies zien over die blauwe lijnen hoe de energiestromen lopen. En over die zwarte horizontale lijntjes daarnaast de, wat we noemen die nodes. Kijken of ik ook kan wijzen. Zie je die zie je dan bewegen en daar komen ook waarden te staan. Dus we voorspellen niet alleen wat het energieverbruik is of wat de temperatuur is, maar over de complete infrastructuur in dat gebouw, dus hoe die warmte van opwek tot aan afgifte komt, voorspellen we volledig hoe dat zich gaat gedragen. En het leuke van deze voorspelling is dat we hier dus ook mee simuleren. En dit kunnen we doen op het moment dat een gebouw er staat, maar ook als het gebouw er nog niet staat. We kunnen dit maken. En op basis van ons wiskundige en natuurkundige model kunnen we dus voorspellen wat er gebeurt. En ik kan hier bijvoorbeeld ook een batterij aan toevoegen en kijken wat er dan gebeurt. Hoe onze twin zich dan gedraagt. Ik kan hier ook een buffer vergroten en kijken hoe die zich dan gedraagt. Of ik kan bijvoorbeeld de gevel extra isoleren. Want het model gaat uit van een bepaalde gevelisolatie. Maar als ik nou eens zeg van nou ik ga de HR++ glas plaatsen en ik verhoog die R-waarde. Dan gaat hij het model op basis van die nieuwe gegevens doorrekenen. Dus dan kan ik ook precies zien wat daar het effect van is. Of effect op comfort. Bij welke buitentemperatuur haal ik. Zijn mijn installaties nog sterk genoeg? Maar ook een gebied van energiegebruik. Hè? Hoeveel energie is daarvoor nodig? Dus met dit model kun je dus ook voorspellen. Dat is erg interessant. En dit noemen we de digital twin. Als je digital twins googelt, kom je van alles tegen. Soms zijn ze 3D. Maakt niet uit hoe het eruit ziet. Het gaat erom. Het is een virtueel kopie van hetgene wat er in een virtueel of een feitelijk object gebeurt. Nou, dit is eigenlijk wat ik net al een beetje noemde. Wat kun je met die digital twin en wat kan je met deze technologie? Nou, uiteraard energie efficiëntie. Dus het efficiënt inzetten van energie. Of misschien beter gezegd smart of slimmere energie. Dus ook onderling uitwisselen. De optimale inzet van een windmolen of een zonnepaneel. Rekening houdend met dat gebouw, met die thermische traagheid van het gebouw, met het gebouwgedrag, met de zonnestraling, maar ook dus met die energietarieven in dat energiegrid. En dan doe ik eigenlijk meteen een stapje naar rechtsonder. Optimaliseren binnen een grid. Op het moment dat wij het gebouw voeden met uurtarieven, uurtarieven voor elektriciteit vanuit de day-ahead-markt, dan gaat het model daarop anticiperen. Op het moment dat het, en die uurtarieven die verschillen soms enorm.
Dat zagen we net al in een van die voorbeelden. Als het hard gaat waaien, gaat het naar beneden. En sommige momenten van de dag, doorgaans in de ochtend en in de namiddag, zijn die prijzen gewoon een stuk hoger. Als iedereen thuis komt en de auto in een stopcontact, de elektrische auto in een gaat laden, de inductiekookplaatjes aanzet, dan gaan die prijzen gewoon omhoog om 4 uur 's middags. Nou ja, onze modellen kunnen daarop anticiperen en dat doen ze ook. En gaan daar omheen werken. En soms zal die beslissen om een duur moment toch in te kopen, maar heel vaak zal die daar omheen werken, net wat het meest gunstigst is. Dus energieefficiëntie en optimaliseren binnen een grid. Uiteraard binnen klimaat en comfort. Het lijkt dat we dat vergeten, maar eigenlijk is dat het startpunt van het hele model. Het comfort, de comfortgrens, die 20 en 22 graden die we zagen staan, daar stuurt hij op. En wat ik net ook al noemde, design en simulatie. Want als wij die twin eenmaal hebben, als wij eenmaal die data hebben van het gebouw, als we eenmaal, zeker als we eenmaal live draaien en het model is ook nog verfijnd, heel erg specifiek gericht op dat gebouw, kun je natuurlijk perfect doorrekenen wat eventuele aanpassingen van de installaties zouden betekenen. Dus dit zijn de toepassingen en mogelijkheden. Nou, hier zie je eigenlijk hoe dat in praktijk eruit ziet voor een gebouw. Dus hier zie je onder zie je een tijdlijn. Daar staat een gebouw in het heden. Links zie je dat we overhalen, het thermische gedrag van het gebouw, hoe dat gebouw geladen wordt, de energieconsumptie. En dat wordt eigenlijk verbonden aan het gebouw en dat aan het gebouwbeheersysteem in feite. Priva Eco wordt dus aangesloten op een gebouwbeheersysteem. Maakt overigens niet uit welk merk. We doen Siemens in België, we doen Johnson Control in België, we doen Trent in de UK. Dus we kunnen alle merken met Bucknet of Modbus aansturen. Dat is een laag eroverheen. En we halen dan de energieverbruiken over uit die installatie. Dus die digital twin die je net zag, die aanvoertemperatuur van die ketel, die verlopen verdeelstuk als die er is, die afgiftepunten enzovoort. En natuurlijk het gebouw zelf. Nou, vervolgens halen we de live data over op het moment dat het verbonden is. Eventueel dynamische energieprijzen, in ieder geval energieprijzen, bij voorkeur dynamisch. En natuurlijk weersvoorspelling, wat een hele belangrijke factor is. En op basis van die hele set aan data voorspellen we hoe die installaties aangestuurd moeten worden om daarmee een betere energieperformance en een betere comfort te realiseren. Nou ja, we hebben een behoorlijk aantal projecten gedaan inmiddels in heel Europa. Met name in Nederland, UK, Denemarken, België en nog een aantal landen. We doen dat, we hebben een aantal projecten ook zelf gedaan vanuit Priva Eco, om ook veel te leren van die projecten en te kijken hoe dat loopt. En we hebben projecten gedaan met partners. En we hebben verschillende partners inmiddels waarmee we werken. En dat zijn specifiek opgeleide partners die kennis hebben van dit specifieke domein. Nou, je ziet bovenin, even kijken, dat is Avans in Den Bosch, groot gebouw. 35 luchtbehandelingskassen, 2 gasketels, 40% besparing gerealiseerd dit jaar zonder de lockdown. Dus in de eerste 2 maanden, 3 maanden, januari, februari, maart ongeveer, voordat die lockdown ging plaatsvinden. En dat is echt enorm. En die besparing is gerealiseerd door slim sturen, vooruitkijken enzovoort. Maar ook omdat ons systeem wordt aangesloten op bestaande gebouw en eigenlijk ook meteen daarin alle bestaande manco's in het gebouw blootlegt. Dus als er problemen zijn met waterzijdige inregeling, luchtdrukbalansen, naregelingen, dat soort issues worden gewoon blootgelegd. Want denk even terug aan die Senki die we zien, die digital twin. Op het moment dat wij energie maken en het komt niet aan, is het meteen zichtbaar. Dus fouten worden blootgelegd. Dus we zien in zo'n besparing zit vaak besparing als gevolg van de energieperformance die we verbeteren, eenmalig, als ook de slimme besturing. Nou, tweede is een Siemens project in België, een heel klein ziekenhuisje, onderdeel van een groter ziekenhuis in Genk. Een postsorteercentrum, een bouwbedrijf in Duitsland. Nee, ik zie dat postsorteercentrum 2 keer in staat, sorry. Dat is een foutje. Een gemeentehuis in Groesbeek, wat ook met een partner gedaan is. En zo hebben we best wel wat projecten erin zitten. Nou, redelijk binnen de tijd, denk ik. Wat wij nu heel graag zouden willen doen, is samen met jullie kijken hoe we dit in praktijk zouden kunnen brengen. Ik gaf net in het begin al aan, we zijn heel erg benieuwd hoe jullie energietransitie eruit ziet. Want dit is comfort en energiebesparing niet alleen, maar het is dus ook simuleren en kijken naar die complete transitie. Dus we zijn erg benieuwd wat jullie plannen zijn eventueel voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar voor jullie gebouw of gebouwen. Of als ze er nog niet zijn, misschien dat je daar iets over kunt bedenken.
En we willen daar op een interactieve wijze doorheen gaan. We gaan dat dadelijk doen in een Mural, een applicatie die we daarvoor gebruiken. Dat kun je dadelijk bereiken door middel van een link. Ik weet niet of die al in de chat staat, die link. Nog niet? Nog niet. Zou je een link kunnen delen? Onze vraag is, ga naar die link. Het is een hele leuke applicatie. Ik moet zeggen, ik heb er sinds het begin van de coronacrisis kennis mee gemaakt. Want voorheen kropen we alles bij elkaar. Maar het leuke aan deze applicatie is, hier kun je post-its plaatsen en van alles en nog wat doen. Dus het is echt een hele leuke brainstorm applicatie. Ik wil er geen reclame van maken, maar het is wel interessant, om, denk ik, voor jullie ook om daar eens mee te werken. Als je dat nog niet kent. En de eerste vraag die ik net al in het begin stelde is, van, joh, wat zijn je ambities? Misschien wel handig, want de groep is vrij divers, dacht ik. Of je misschien in de post-it ergens even je functies zou kunnen noemen. Ik hoef niet alles van je te weten, maar wel handig als we weten, ben je bijvoorbeeld een facilitair manager, ben je met andere woorden een gebruiker, of ben je bijvoorbeeld een account manager of iets in die zin. Niet dat iets beter is dan het andere, maar dan kunnen we wel op de juiste manier interpreteren en het juiste perspectief zetten, want het is wel handig waar de input vandaan komt. Dus misschien... Mag ik even... Ja, ga je gang. Nou, ik zie al mensen verschijnen in de Mural. Met allemaal mooie beestnamen. Ik zie hier een panda en een zebra en een slaak. Dus als het goed is, zien jullie allemaal een link in de chat. Een knop. En daar staat in, klik hier voor de workshop. Dus als jullie op die knop willen klikken, dan komen jullie in onze online omgeving waar we dus een tweede deel van deze sessie gaan samen doen. Ik hoor graag via chat als het niet lukt. Ja? Even kijken. Ik zie nu 6 mensen in de Mural. Dus even kijken. We hebben 29 deelnemers. Dus even kijken, ik geef iedereen kort 5 minuutjes om daarin te komen. Ja. En de mensen die al instaan in de Mural, wellicht Maarten, kun je Mural ook op de scherm delen? Ja, zijn er vragen in de chat gesteld waar ik vast op in kan gaan in de tussentijd dat mensen inloggen? Ja, dat kan, maar ik dacht misschien goed op. Ah, die komen we hier tegen. Ja. Nou, kijk, als jullie, de mensen die al in de Mural staan, als ik goed, dus volgen jullie allemaal mij. En hier zijn de post-its. Het is voor jullie waarschijnlijk de eerste keer. Het werkt heel simpel. Klik op de post-it en dan kun je een tekst intypen. Dus waar wil je over 5 jaar staan met betrekking tot energietransitie? Mensen die al binnen de omgeving zijn, nou, ga alvast je doel opschrijven. Komen we tekort aan post-its, zal ik ze ook dupliceren en klaarzetten. Dus ik wil jullie vragen eigenlijk om alvast, de mensen die al binnen zijn, om alvast hiermee aan de slag te gaan. Super benieuwd naar jullie input. Dus ja, klik op de post-it om daarin je doel te kiezen. Denk aan energiebesparing, gasloos maken van gebouwen, meerjaren onderhoudsplannen goed op de rit hebben. Ja, het kunnen allerlei aspecten zijn met betrekking tot energiebesparing. Elektrificatie of beheer. Energietransitie of energiemanagement wordt ook wel vaak gesproken over technische maatregelen aan de ene kant. Organisatorische of gedragsmaatregelen aan de andere kant. Die gedachten kun je ook daarin meenemen. Ja, nou, ik zie het al. En ze zijn bezig, dus heel mooi. En... Nou, in de tussentijd kan Frank wellicht de eerste vragen beantwoorden. En die zitten... Ik zie ze niet. Ja, ik zal ze even zo opnoemen. De eerste vraag was van... Tusjan van Dieren, het maken van het model Digitaal Twin zal een heel intensief en duur traject zijn, vermoed ik. Is een vraag van Tusjan. Goeie vraag, want die hebben we vaker gehad. En het rechte vraag. Het maken van, of het implementeren van Priva Eco is natuurlijk stap 1, het maken van de Digital Twin. En eerlijk gezegd, als u het gebouw kent, dan is dat een kwestie van een paar uurtjes. Het hangt natuurlijk vanaf hoe groot het gebouw is. Maar alles hangt er vooral vanaf in hoeverre het gebouw bekend is.
Want we moeten natuurlijk wel weten hoe de zaken met elkaar verbonden zijn. In onze applicatie geef je gewoon aan, ik heb een gebouw. Het gebouw heeft bijvoorbeeld 7 zones. We sturen geen ruimtes aan, we sturen altijd zones aan. Die zones worden gevoed door radiatoren en vloerverwarming, noem even wat. Die vloerverwarming radiatoren krijgen een warmte van een afgiftesysteem. En die krijgen een warmte van een luchtbehandeling of wat dan ook. Dus je vult eigenlijk de componenten aan die in het gebouw aanwezig zijn. En dan heb je eigenlijk al je digital twin. Dan moet er nog wel, voordat die live kan gaan, wat informatie aan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld, hoe groot is de keten? Wat is het vermogen ervan? Wat zijn de tarieven die ik betaal? Hoe groot is het gebouw? Hoe staat die gepositioneerd? Dus daar moet wat informatie bij. Maar doorgaans valt het, dat is stap 1, het maken van die digital twin. Als je het gebouw kent, is op zich te doen. En dan kun je ook al gaan simuleren. Dus dan heb je al een virtueel kopie en dan kun je er eigenlijk al van alles mee doen. Maar op het moment dat je het gebouw ook werkelijk wil laten sturen, dan zijn er nog 2 stappen nodig. Na die digital twin moet dat geïmplementeerd worden in het gebouwbeheersysteem. Dat is vaak wel even een klusje. Dus dan moeten de verbindingen worden gelegd worden tussen bijvoorbeeld die aanvoertemperatuur van die ketel en dat in het gebouwbeheersysteem. Daar hebben we natuurlijk allemaal handige tools voor. Maar dat is een klusje van wat we noemen een system integrator. Of in ieder geval degene die de software van dat systeem beheert. Nou, dan praat je afhankelijk ook weer van de grootte van het project. Vaak over 2, 3, 4, 5 dagen werk. Bij hele grote projecten iets meer. Maar dat is een paar aantal dagen werk. Dan is die integratie gemaakt. Het interessante is dan ook wel dat dan heel vaak ook al naar voren komt als er zaken niet goed zijn in dat gebouw of in die programmering. En dan komt eigenlijk de laatste stap en dat is het testen. Dan gaan we eerst laten het model inleren en dan gaan we het model live zetten. En dan gaat hij zeg maar vanaf dat moment gaat hij het gebouw de installatie aansturen. Dan gaat hij dus 10 kilowatt of 20 kilowatt naar een ketel afgeven om een ruimtetemperatuur te krijgen. En tijdens die testfase wordt er dus gekeken of dat ook goed werkt. Of die twin of het causale verband in die digital twin goed werkt. En heel vaak komen we dan zaken tegen in het gebouw die niet goed zijn. Defecte kleppen, luchtbalansen die niet goed zijn, overdruk in ruimtes, waterbalansen. Kijk, als ik 20 kilowatt naar een ruimte breng en het model gaat ervan uit dat het ruimte daarmee 3 graden warmer wordt, omdat die 20 kilowatt afgiftevermogen op de radiatoren heeft, maar de radiatoren worden maar voor de helft warm, dan weten we allemaal dat die radiatoren ook geen 20 kilowatt zijn op dat moment, omdat ze maar voor de helft warm worden. Dus dan zit er in je waterzijdig inregeling een probleem. Dus dat soort zaken komen naar voren in die testfase. Dus dat is ook heel waardevol. Omdat ze dingen boven water te krijgen, boven tafel te krijgen. En dan is het geïmplementeerd. Dus, Ik zie niet als mij een hele volledige antwoord op de vraag. Ik zie 3 mensen het opschrijven van een lange termijn doel over 5 jaar. Lukt het iedereen om het op te schrijven? Zo niet, kun je het ook in de chat gooien. Dan neem ik het over in de mural. En anders geef ik jullie nog een paar minuutjes om jullie doel op te schrijven. 3 mensen hebben het dus gedaan, maar de andere 26 moeten het nog doen. Dus, Bedenk anders. Als je hem nu niet voor ogen hebt, bedenk anders even een doel. Hè? Dan kunnen we dadelijk verder gaan kijken van oké, wat zijn de manieren om die te halen? En wat zijn de zaken die daarin tegenwerken om met elkaar daarvan te leren? Dus het is hartstikke leuk als jullie hier, neem anders even een gebouw voor jezelf. Wat zou het doel zijn voor de komende 5 jaar? En dan kunnen we van daaruit verder gaan kijken hoe dit gaat werken. En het is voor ons ook nieuw om dit te doen. Het is de eerste keer. Vaak geven we presentaties. Vaak zijn we aan het zenden. Het is heel spannend om nu die informatie terug te vragen van jullie. Dus het zal wel superleuk zijn om daar wat van iedereen wat input in te krijgen. En ik zie bijvoorbeeld soms kijken naar de doelen wat anderen hebben opgeschreven ook helpt. Ik zie hier, het is anoniem, dus ik weet niet van wie het is, maar het staat in 2026 50% van het alle te maken renoveren gebouwen energie neutraal uitvoeren. Een hele ambitieus, een hele mooie doel ook. En nog een volgende. In 2026 energie-efficiënt met optimalisatie van zonnepanelen initieel met een zonnescherm. Ook een mooie doel. Ik zag nog een derde, maar die is inmiddels verdwenen. Dus ik ben heel benieuwd. Oh ja, kijk, hier komt je derde weer. Meer koeling in de winkel in de hele zomermaanden zonder aanmerkelijk meer energieverbruik. Ook een hele mooie doel. Ik geef andere mensen nog 2 minuutjes tijd om het op te schrijven. We willen het echt interactief houden. Dus jullie moeten het echt opschrijven.
En dan kan Frank alvast nog een vraag beantwoorden. Die was van Joseph. En Joseph vroeg zich af, kunnen we inzicht hebben in algoritme voor eenvoudig model? Oké, ik weet niet precies hoe ik die vraag moet luisteren, maar een vraag die ik vaak krijg, die hierop lijkt, is vooral een vraag van technische mensen vaak, van ja, hoe kan ik voorspellen, weten wat het model gaat doen en waarom doet hij dat? Hè? Dus, en ik vergelijk dat vaak met een zelfrijdende auto. Op het moment dat je een auto hebt die zelf parkeert en je moet die handen van het stuur halen en die auto gaat het helemaal zelf doen, dan is dat best eng in het begin. Hè? Op het moment dat je op de snelweg rijdt en die auto die vindt zelf zijn track en doet het sturen zelfstandig door de bochten, dan is dat best wel eng. Maar op een gegeven moment dan wen je eraan. En dat zie je eigenlijk bij al onze projecten wel gebeuren. Het is hartstikke leuk om te zeggen, maar ik ben zelf fan van de technologie, maar om ons heen zijn er ook heel veel mensen fan geworden van de technologie. En dat zien we zeker ook bij onze technische partners, die op een gegeven moment deze projecten gaan implementeren, die hem op een gegeven moment live zetten, en die op een gegeven moment zien, hey, waarom komt hij tot bepaalde besluiten? Hey, hij gaat nu een warmtepomp aanzetten, soms op een uur wat je niet zou verwachten als je, laten we zeggen, je eigen redenering volgt. Maar daar heeft Ico dan altijd een goed idee bij. En dat kan te maken hebben met tarieven, dat kan te maken hebben met comfort, het kan te maken hebben met verdeelstukken die net even gevuld moeten worden. En dan rekent hij over de totale 24 uur uit dat dat net wat voordeliger is. En dan krijg je dus eigenlijk, ja, dan ga je het model op die manier leren kennen. En dan ga je ook de voorspellingen leren kennen. Ja, en dan wordt het vaak voor sommige mensen wel eens wat verslavend. Ook daar moet je voor uitkijken. Maar dan krijg je ook vertrouwen in het model. Dus enerzijds is het antwoord op die vraag, ja, het model neemt beslissingen. En je moet erop vertrouwen dat dat optimaal is. Maar op een gegeven moment ga je dat ook leren. En je mag hem ook wel challengen. Je mag best wel vragen stellen bij waarom neemt hij een bepaalde beslissing. En dat kan dat eventueel ook teruggerekend worden. Maar de schaakmeester, zoals wij het noemen, zoals onze ontwikkelaars het noemen, ja, die is inmiddels slimmer dan wij. Dus wij kunnen niet vooraf 100% voorspellen wat hij doet. We kijken altijd achteraf wel terug, heeft hij de beste keuze gemaakt? En dat evalueren we continu. En vooral ook, heeft hij de goede voorspelling gedaan van het gebouw? In die zin is het ook een kwestie van vertrouwen en een andere manier van kijken naar die installatie, wat op zich ook wel heel erg interessant is. Overigens, een opmerking daarbij, je kunt Ico altijd uitzetten. Net als een zelfrijdende auto, je kunt altijd zelf het stuur overnemen. Dat kan in Ico zelf en dat kan ook in het GBS. Dus als er dingen niet lekker lopen of als er een installatiestoring valt, dan schakelt hij zichzelf automatisch uit, overigens. Maar je hebt in die zin altijd nog wel wat controle. Maar als je hem aanzet, dan doen de algoritmes het werk. Ja. We hebben inmiddels nog een mooie doel bijgekregen. Restenergie, warmte, koude in kaart brengen en gebruiken waar deze nodig is. Dus we hebben in totaal 4 hele mooie doelen. En nu gaan we naar een tweede onderdeel. Als het goed is, volgen jullie allemaal mij op het scherm. En we zijn heel erg benieuwd, wat is wind in je zeilen? Hoe kan Ico jou helpen om je doel te bereiken? Dus jullie hebben nu net een mooie presentatie en verhaal van Frank gehoord. Ja, groene post-its zien jullie op het scherm. Typ het in. Lukt het niet in de Mural in te typen, kun je het ook in chat typen. Dan neem ik het over in Mural. Dus wat voor jou makkelijker is, maar ik ben vooral heel erg benieuwd. Ja. Als je een beetje optimistisch naar kijkt, waar kan Ico jou bij helpen? Het mag anoniem, hoeft niet. En als je net geen doel hebt geformuleerd en je hebt het nu wel in je hoofd, zet dan ook gewoon erbij waarom het je wel zou kunnen helpen. We moeten die posters een beetje gevuld krijgen. Ja. En ik ben super, super benieuwd naar jullie input. Dus zonder jullie hebben we geen interactieve sessie. Maar de posters worden gevuld? Ja. Het is heel bijzonder om naar camera's te kijken, hoor, en niet naar een zaal. Ja. Ik ben erg benieuwd hoe jullie dit nu ervaren en hoe zo'n muralprogramma nou met die posters zo online ervaren wordt. Want normaal gesproken denk ik dat de meeste van jullie wel eens in kantooromgevingen dit soort sessies hebben gedaan. Nou, wij doen het steeds meer op deze manier, nu sinds dat we in een nieuwe situatie terecht zijn gekomen, sinds maart. En ik vind dat heel goed werkt. Ja. Ik zie hem niet als mooie post-its verschijnen, besparen door energiestromen inzichtelijk te maken en onderhoud tijdig uit te voeren.
Ik zie nog eentje, die is nog in het MAC, dus die ga ik nog niet lezen. Ik woon in B, ik weet niet wat B is, dus geen ICO. Hebben we nog op juiste momenten de lagere temperaturen in de zomer het gebouw in te laten blazen? Een hele mooie. Energiestromen inzichtelijk maken door een visueel tool te hebben, zoals in de presentatie. Kijk. Eentje is heel lang en nog steeds in het maak. Dus ja, doe maar rustig aan. We hebben geen haast. Nou ja, we hebben tot 3 uur. Even kijken. Nog door midden van, ik ga even in de chat kijken inmiddels of er nog andere zaken zijn die... Ik zie nog meer vragen in de chat, dus die zal ik zo even opnemen. Oké, hier hebben we door middel van digitaal twin de energiestroom in kaart brengen en aan de hand van dynamische energieprijzen economisch de meest voordelige manier van verwarmen en koelen. En dan hebben we nog eentje, energiestromen inzichtelijk maken door een... Ja, die heb ik al voorgelezen. Oké. Ja, een hele interessante. Ja. Ja, het zijn allemaal ook heel erg eco-gerelateerd, hè, wat we net vertelden. Mm-hmm. Heb je nog meer vragen dan, zou ik zeggen, of meer? Ik zie alvast nog een vraag misschien wat jij in de tussentijd... Ja, want ik kan ze niet zien hoor, die vraag. Nee, precies. Nou, dan hebben we nog een vraag van Ernst. Is er met weervoorspelling ook rekening te houden met een zoninstraling? Dan kan ik met name bij niet-continue zoninstraling, hoe wordt dan rekening mee gehouden? Absoluut. Vraag van Ernst. Absoluut, absoluut. Twee zaken zijn het belangrijkste aan de weersvoorspelling. En dat is temperatuur en dat is zoninstraling. En zoninstraling is absoluut iets waar we rekening mee houden. Ook in combinatie met het glasoppervlak wat in de zone zit en de positie van het gebouw. Dus bij het aanmaken van het gebouw positioneer je hem ook. De lengte, breedtegraad. Er wordt gekeken hoeveel ramen er zitten. Wat de R-waarde en de Z-waarde is van het glas. Dus de isolatiewaarde en de zon, hoeveel zonlicht er doorheen, hoeveel zonwarmte er doorheen komt. En er wordt absoluut veel rekening mee gehouden. En je ziet ook dat bijvoorbeeld vooral in het voor- en het najaar, wanneer de zon laag staat, dat er een hele grote invloed is van de zon. Je ziet in het midden van de dag, wanneer de zon hoog staat, zie je een wat beperktere invloed van de zon. Want zon die op het dak staat, heeft veel minder invloed dan zon die op ramen staat. En dat soort aspecten is een essentieel onderdeel. Ja, absoluut. Heel erg belangrijk. Nou, dan zijn inmiddels, ik zie geen activiteit meer in Mural. Dus dan gaan we naar de derde onderdeel. En dat zijn, wat zijn de obstakels die je verwacht tegen te komen? Risico's binnen jouw organisatie, als je zo'n systeem wil gaan gebruiken. Ja. Na deze gaan we een wrap-up doen, hè? Na deze gaan we een wrap-up doen. En dus je ziet als het goed is, paarse post-its. Dan kun je daar de risico's opschrijven. Lukt het niet, dan kun je ze in chat opschrijven. Daarna gaat Frank de resterende vragen nog kort beantwoorden. Dus net hadden we de wind in de zeilen. Ja. En dit is de anker van de boot, hè? Ja. Dus net hadden we het over alles wat ons gaat helpen. Nu hebben we het over de beren op de weg. Ja. Of de ankers in het water. Een hele mooie comfort versus energie. Kosten versus baten. Ja. De andere zijn nog in de maat. Kosten versus baten gaat misschien ook over business case. Hoe verkoop je het intern wellicht? Hoe gaat ICO met gebruikersgedrag? Ja, hele goeie. Heel interessante. Wie is verantwoordelijk voor kostenoverschrijdingen bij foute berekeningen, waarbij de piekmoment wordt overschreden? Ja, oké. Okay. Onthoud me even, want ik kan ze niet goed lezen van de vier. Nee, ik lees ze. Nu komen de kritische vragen eigenlijk, hè? Laatste serie. Misschien zijn de huidige installaties te beperkt en moet er flink worden geïnvesteerd in de nieuwe installatie. Ook een heel interessante. Ja. Of het is en-en. Ja, op een bepaald moment. Er moet toch een keer geïnvesteerd worden in nieuwe installaties. Op een natuurlijke moment in ieder geval. Ja.
onbekendheid met systemen en het niet zelf sturen, maar de besturing overlaten aan een algoritme. Ja, dat is eng, hè? Dat lees ik daar. Nou, het is een woord als risico. Onbekendheid met systemen en het niet zelf sturen van de besturing over te laten naar een algoritme. Ja. Dat is hetzelfde als die zelfrijdende auto die toch even een beetje eng is in het begin. Ja, maar je kan toch altijd stuur overpakken, dus. Ja. Gebouweigenaren die onvoldoende bekend zijn met Priva Eco of de achterliggende strategie. En dus ook een vaste ethernetverbinding nodig naar de cloud. Is er ook een vaste ethernetverbinding nodig naar de cloud? Ja, IT is een belangrijke aspect. Ook een stukje IT-veiligheid aan bod. Ja. Dan hebben we nog eentje. Wie is verantwoordelijk voor kostenoverschrijdingen bij het foute berekenen waarbij de piekmoment wordt overschreden? Ja, die hadden we net. Oké. En wie is een eigenaar van digital twin data en hoe is deze te borgen? Ja. Oké. Hele interessante risico's allemaal. Ja, een boel beren hoor. Meer beren dan kansen. Uiteindelijk zo als ik de post-it stel. Maar dat is niet erg. Ik ben blij dat er terugkoppeling komt. En dat is ook wel gebruikelijk, denk ik. Ja. Ik zou zeggen, schrijf je laatste post-it nog wat je als eerste opkomt. En dan kan Frank wellicht vast beginnen met comfort versus energie. Frank, ja, want we hebben nog een kwartier, hè? Dus we gaan nu in een kwartier gaan we een wrap-up doen. Mm-hmm. 10 minuten zelfs hoor ik van de moderator op de achtergrond. 10 minuten, nou dan gaan we een wrap-up doen. Als er ondertussen nog vragen zijn, mag je ze rustig in de chat zetten. Ik kan niet beloven dat we alles kunnen beantwoorden binnen de tijd. Want dat is waar we mee te maken hebben. Maar laten we er eens even heen gaan. Waar beginnen we mee, Anna? Beginnen we nu met de laatste of beginnen we met de eerste? De laatste moeten we zeker goed adresseren dadelijk. Ja. Zou ik zeker tijd voor willen nemen. Nou, laten we gewoon... zullen we gewoon minuut per vraag doen? Laten we gewoon beginnen bij de vragen die jij denkt dat het belangrijkste zijn. Oké. Okay. Ik kan ze niet zien. Wie is de eigenaar van Digital Twin Data en hoe is deze te borgen? Ah, oké. Okay. Ja. Dat is best een ingewikkelde vraag. Dat is wel het moeilijkste. De Digital Twin Data. De Digital Twin is eigenlijk verrijkte data. Dus we halen data uit het gebouw. We hoeven daar niet per se eigenaarschap van te hebben. Maar we verrijken die data natuurlijk in de algoritmes tot voorspellingen. Die voorspellingen zitten verweven in onze modellen. Op het moment dat de klant zou stoppen, mag hij die data allemaal hebben. Dat is verder geen probleem. De verrijkte algoritmes natuurlijk niet. Hè? Dat is wel het geheim van de Smit natuurlijk. Maar die data is feitelijk beschikbaar. Maar even één misschien misverstand bij sommigen. ICO is niet per definitie natuurlijk een monitoring systeem. Hè? Kijk, ik las daarnet ook een aantal vragen of opmerkingen over monitoring. Hè? Het inzichtelijk maken van. Wij maken de zaken inzichtelijk, maar vooral doen we wat met die data. Dat is een groot verschil met heel veel monitoring systemen die we in de markt zien. Waarbij je data inzichtelijk maakt. Vaak op basis van die data ook aanbevelingen krijgt. Maar met die aanbeveling moet vervolgens een persoon iets gaan doen. Daar zit dan vaak ook de moeilijkheid bij het geheel. Dus ICO is niet een monitoring systeem. En de metadata die we overhalen, die mag een klant altijd weer hebben. Dat is verder helemaal geen probleem. Maar de algoritmes en de verrijking daarvan, ja, dat is natuurlijk een beetje geheim van de Smit. Ik sta voor hem nog volgende, in de kort. Soms ben ik wat lang verstopt. Ik ga gewoon een klap geven. Ja, goed, heel goed, heel goed. En wat is omtrent kosten-baten-analyse? Ja, dat is een hele goeie. Ik kan dit zeggen, ICO verdient zich eigenlijk altijd terug binnen 5 jaar, punt. Dus de investering die je doet in ICO verdient zich altijd terug binnen 5 jaar. Even wat meer erover zeggen als dat mag. Heel vaak binnen 2 jaar of 3 jaar. Over het algemeen, hoe groter een gebouw, hoe eerder het zich terugverdient. Hele kleine gebouwen, laten we zeggen kleiner dan 2 of 2.500 vierkante meter. Daar zijn de business cases soms wat lastiger. Maar niet altijd zo. En daarbij is het ook nog zo dat deze digital twin natuurlijk ook comfortverbetering geeft, een inzicht in de installatie en controle over de installatie geeft, fout uit de installatie haalt. Dus eigenlijk is het ook misschien wel een beetje te beperkt om alleen maar te kijken naar energiebesparing. Dus als je die andere aspecten meeneemt, ja, dan is de business case heel erg sterk. Wat we vaak doen is van tevoren een business case maken, met de klant ook bespreken, is dit realistisch, is dit wat we kunnen verwachten, en vervolgens in het project dat weer toetsen. Zodat hij ook in de organisatie daar verantwoording over af kunt leggen. Nog eentje bijpakken. Comfort versus energie. Dus blijkbaar we tegenover elkaar. Ja, dat lijkt een tegenstrijdigheid.
En het is in zekere zin een tegenstrijdigheid, alleen niet zozeer bij Prive Eco. Prive Eco, je stelt in feite een comfortgrens in en daar zal die altijd naartoe gaan werken op een zo efficiënt mogelijke manier. Dus de comfortgrens in dat ene gebouw wat ik naar voren haal, tussen de 20 en 22 graden, daar gaat hij naartoe werken. En dat doet hij dan zo goedkoop en efficiënt mogelijk. Rekening houdend met al die zaken die we noemen, energieprijzen, installatie, inzet, warmtepomp versus ketel enzovoort. Dus comfort en energie gaat in die zin wel degelijk samen. Comfortproblemen is iets wat we niet willen. En misschien wel interessant, als ik één ding over mag zeggen, we hebben nu ook koeling geïntroduceerd afgelopen zomer. Dus koeling was een nieuwe module. We begonnen met verwarming, nu optimaliseren we ook koeling volledig. En er zijn zelfs gebouwen zoals die ziekenhuizen waar koeling en verwarming tegelijkertijd moet plaatsvinden. Dat is best complex om dat in de modellen te vangen. Maar koeling doen we dus ook. Maar bij koeling hebben we nog niet de financiële resultaten zo heel goed doorgerekend. Maar wat we wel vooral zien is dat het een enorme comfortverbetering geeft. Er is een gebouw geweest en toen was het in de zomer 35 graden Celsius. Ja, dan denkt niemand meer een energiebesparing, dan wil iedereen gewoon een koel gebouw hebben. En daar zagen we dat de sturing van Eco een betere koeling gaf dan de sturing van met het GBS. Ja, of dat energiebesparing geeft, ik weet het eerst gezegd niet, hebben we oprecht nog niet doorgerekend, dat moet nog gaan gebeuren voor komend seizoen. Maar je ziet wel een comfortverbetering en dat is misschien nog wel belangrijker dan specifiek voor koeling. Oké, en dan pakken we nog eentje uit hier. Hoe gaat Eco met de gebruikersgedrag? Ja. Nou kijk, gebruikersgedrag is ook interessant. Eco is een planmatig systeem, dus die kijkt altijd vooruit. Dus op het moment dat wij vooruit kunnen kijken dat er gebruikers en ruiten binnenlopen, bijvoorbeeld bij een concertzaal of zo, dan kunnen we die data meenemen in een model en dan kan die daarop anticiperen. Maar waar Eco in feite niet zoveel mee doet, is wat er nu gebeurt. Dus als er nu zonder voorspelling hier iets in de ruimte mensen komen, ja, dan lossen de naregelingen in het gebouw dat eigenlijk op. Kijk, wij sturen een zone aan, dat zijn vaak meerdere ruimtes. En die ruimtes onderling, die kunnen met die naregelingen, kunnen ze uiteindelijk comfort geven in die ruimte. Als dan één ruimte wat meer mensen zitten, wat meer thermische kacheltjes, zeg maar, dan hoeft er wat minder warmte naartoe dan in de ruimte daarnaast. Dus dan wordt het in de naregeling wordt het rechtgetrokken. Die data willen we wel hebben om achteraf te analyseren en te weten waarom de voorspelling dan voor die ruimte niet zo goed zou kloppen. Hè? Dat komt dan dus omdat er heel veel mensen zijn gaan zitten. Dus die data willen we hebben om ons model te verrijken. Maar qua voorspelling moeten we die data, ja, moeten we het vooraf kunnen zien aankomen, dan kunnen we er rekening mee houden. Dat gebeurt niet. Tijd voor twee vragen. Dan wil ik van risico's naar een aantal hele interessante vragen uitgaan. Maar dan met een superkorte antwoord. Hier is een vraag van Stijn. Kan de gebruiker nog steeds zijn temperatuur in de ruimte aanpassen en de ramen openen wanneer ze daar behoefte aan hebben? Ja, Hoe gaat het met zelflerend systeem hiermee om? Ja, een hele goede vraag. Kijk, ramen open is natuurlijk altijd iets wat men graag wil. Al is het alleen al vanwege het gevoel. Maar ook vanwege de feitelijke ventilatie die je daarmee krijgt. Nogmaals, wij sturen zones aan. Planmatig. En in individuele ruimtes kunnen gewoon naregelingen kunnen mensen zelf hun temperatuur instellen. Bij onze gebouwen moet je altijd denken aan gebouwen die doorgaans ietsje groter zijn. Het zijn geen woonhuizen of woonhuizen plus. Het zijn niet één ketelregeling zoals dat voorbeeld net is vrij uitzonderlijk dat het zo klein is. Maar meestal zijn het grotere gebouwen waarbij we dus een vleugel aansturen. Zorgen dat daar voldoende energie in die groep zit. En dan kunnen de ruimtes daaronder kunnen gewoon mensen kunnen hun dingetjes open en dicht zetten. En ook ramen open en dicht doen. Op het moment dat een hele vleugel of één hele verdieping compleet hun ramen openzet, ja, wat ook wel uitzonderlijk is, ja, dan krijg je natuurlijk dat die voorspellingen niet gaan kloppen en dan gaat het ook opvallen. We hebben geen sensortjes op die ramen of zo zitten, zodat we dat kunnen zien. Ik zou dat kunnen toevoegen, maar misschien niet helemaal uw vraag, maar een ander gegeven is, wij maken gebruik van meestal bestaande sensoren en alles wat er bestaand in het gebouw zit. Dus er hoeft niet hardware bij te worden geplaatst. Eén vraag. Ja. Is er straks software nodig in de controllers van een GBS-systeem? Er is geen extra software in die controle nodig, maar er moet een verbinding worden gemaakt met die controllers. Er is wel een programmering nodig in die controllers. Dat is zeg maar die stap 2 van die implementatie. 1 is digital twin. 2 is het aansluiten van het geheel in dat GBS. En dat is een specialistisch klusje voor de system integrator, waar we ook trainingen en wat we helemaal supporten. Omwille de tijd, denk ik. Ja, hebben jullie nog vragen later? Kunnen jullie dat nog altijd via dus in dezelfde Muro, OpenX? Ik las net dat sommige mensen hadden problemen met het openen van Muro.
Nou, mocht het niet in de sessie kunnen, kun je dat nog met dezelfde link achteraf doen. Dan beantwoorden we ze achteraf nog. Helaas konden we niet alle vragen beantwoorden. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie. Dan kunnen jullie antwoord in de chat typen. Wij zijn, als researcher ben ik dus heel veel bezig met onderzoek. Marktonderzoek, klantonderzoek. En super benieuwd naar jullie behoeftes en wensen. Dus wil je kijkje in de keuken nemen en nieuwe concepten met ons testen? Dat kan via 3 kwartier online sessie. Geef even een seintje via chat dat je daar interesse in hebt. En dan neem ik contact met je op. Heel goed. Dat was het. Ja, dank u wel. Dan ga ik jullie bedanken. Ik ga eerst bij de dames natuurlijk. Anna, dank je wel. Ik vond het zeer interessant, boeiend. Leuk om het op deze manier te doen, zo'n workshop. Nog niet eerder zo gezien. Mural heb ik me ook even in verdiept. Heel leuk. Kunnen wij bij de Brandsmission ook nog wel eens wat mee doen. Frank, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Ja? Hoe vond je het zelf? Hoe was dit? Anders dan fysiek? Ja, bijzonder. Kijk, de mensen aan de andere kant die zien mij op scherm staan. Ik kijk naar 4 camera's. Weet je, dat hoeft niet iedere dag. 5, ik heb niet eens geteld. dus dat is wel heel bijzonder. Dat is wel anders. En ik kijk liever naar een zaal. Maar goed, dit is wel een keer spannend. Wij hopen ook gewoon dat we volgend jaar weer fysiek met z'n allen eendaags... is ook wel fijn. En weer verschillende tracks. En zoals we het eigenlijk gewend zijn. Ja, maar dit kan ook hybride natuurlijk. Hè? Want mensen hoeven niet hierheen te reizen. En je zou het ook beide kunnen doen. Exact. Nou ja, dat is wel wat in ons hoofd speelt inderdaad. Ja. Omwille van de tijd. Ik ga het afronden. Dank jullie wel. In de chat kun je nog wat vragen stellen. Ik zie Anna nog steeds kijken. Dus ze zal nog antwoorden, neem ik aan. Wij gaan zo meteen verder met de volgende sessie. Als je daarvoor heeft aangemeld, u heeft de link, dus u kunt daar dan zo op inloggen. Dat is Safe Return to Work. Ik zie u graag zo. Dank u wel.